Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Wolkeloze hemel boven ons land. De wolken moeten we zoeken boven Groot-Brittannië en verder weg. Nou, ze komen niet onze kant op. En dat betekent een stralend zonovergoten ochtend met wel lage temperaturen. Het is echt fris. Graad of 2 in de ochtend met een matige tot vrij krachtige oost- tot zuidoostenwind. En vanmiddag wordt het dan 8 tot 10 graden. Maar die matige tot vrij krachtige zuidoostenwind houden we vast. En dat betekent dat het voor het gevoel toch aanmerkelijk kouder is. Uit de wind, in de zon is het prima toeven. Vanavond neemt de wind de fractie af. Komende nacht gaat de temperatuur onder het vriespunt uitkomen. Het blijft helder. En het is ook zeer droge lucht, dus we hoeven er verder geen problemen van te verwachten. Morgen overdag een matige wind uit het zuidoosten. Af en toe nog vrij krachtig in open gebieden. 10 graden op de thermometers en misschien wat sluierwolken in het noorden van het land. Verder is het opnieuw zonovergoten. En dat geldt ook voor de woensdag. Ook dan 10 graden. De wind neemt nog wat verder af. Het ziet er wat dat betreft prima uit. De donderdag is nog droog. De vrijdag komt er meer bewolking en de temperatuur. Blijven ongeveer op hetzelfde niveau. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl